Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door Masita, Woonoutlet Zuid en Decathlon Kerkrade. Welkom bij Inkoppers. Een nieuwe aflevering betekent nieuwe gasten, maar ook een nieuwe presentator. We hebben afscheid genomen van Dimitri Thijssen en ik zal het programma tot aan het einde van het seizoen presenteren. We wensen namens het team van Inkoppers Dimitri heel veel succes in zijn verdere carrière en bedanken hem voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan dit programma. Onze gasten van vanavond, Ton Hameleers en Samir Abrik van VKC 89. Welkom. Passart VKC, sorry. Welkom heren. Dank je. Dank je. Passart VKC, Ton, voor de mensen thuis. Fusies van? We zijn begonnen als VCT, toen Caspora, toen VKC. En VKC, toen die opgeheven werd, hebben wij de fusie met Passart aangegaan. En hebben we de naam Passart VKC gekozen. Ja, jullie hebben je complex pal naast de ESC, hè? Ja. Hoe zit dat met andere clubs in de omgeving? Zo, wij functioneren zelfstandig. We hebben één accommodatie met ESC. En als wij te veel wedstrijden hebben, omdat we maar één veld hebben, dan kunnen we uitwijken naar ESC. Maar dat gebeurt altijd in onderling onderleg en dat overleg, sorry. En dan gaat dat bijna altijd goed. Ja, als ik het zo mag zeggen, Passart was een volksvereniging, hè? In Heerlijden, of in, ja, onderdeel van Heerlijden, ja. VKC Hoensbroek, ja. Ja, nu samengevoegd. Ja, we zitten nu in Hoensbroek, hè? Ja, gelukkig. Dus in de oude situatie had je dus Heerlen en Hoensbroek. En je hebt nu dus in de nieuwe situatie heb je Hoensbroek. Ja. En dat, ja. Jullie zijn nu zo'n 7, 8 jaar gefuseerd. Goed, ja, bevallen? Ja, de fusie is redelijk goed verlopen. Het heeft voor sommige mensen een beetje weemoed opgebracht. Maar het is erg goed opgepakt. Ja, dan spelen jullie al een tijdje in die vierde klas, hè? Ja. Zijn er nog ambities onderling uitgesproken om te zeggen, we willen toch in de toekomst een keer hoger spelen, of bevalt dit prima? Hoger spelen kan altijd, ja, maar je moet altijd kijken, wij zijn een kleine vereniging en wij zijn een hechte vereniging. En bij ons staat plezier voorop en als er plezier is, dan straalt zich dat uit naar de rest van de vereniging. En nummer 1 zijn, dat is mooi. En misschien ook nog wel eens een keer een derde klasse worden. Maar tot nu toe, handhaven, goed meedraaien. Dat vind ik eigenlijk op dit moment het belangrijkste. Dus als club jullie nou functioneren, bevalt het eigenlijk prima. Nieuwe leden zijn welkom. Ja. Maar het plezier staat nog steeds voorop. Ja. En dat blijft voorlopig ook zo. Ja. En dat willen we ook zo verder uitbouwen. Mm-hmm. Hoeveel elftallen hebben jullie? We hebben 4 senioren elftallen. We hebben 2 veteranen elftallen. Dus nu krijg je even het oude verhaal weer. We hebben VKC veteranen en we hebben Passart veteranen. Die elkaar ook uithelpen. Dus ik bedoel, ja, en ook tegen elkaar voetballen. We hebben een dames elftal. Waarvoor ik nu hier zit, dan kan ik daar ook meteen wat over zeggen. Daar zouden nog wel een paar dames bij mogen. Nou, want, goed, dat is altijd. In ons geval hebben we er wat veel van die wichten gekregen, om het, ja, maar, ja, even in een dialect te zeggen. Maar, dus we zijn nog echt op zoek om het volgend jaar, zitten we nog verlegen om een paar dames. Damesvoetbal is ook in opkomst, dus wie, ja, weet, de toekomst, ja, kan er wel leuk zijn. Hè? En hebben nog 2 jeugdelftallen. En nog jeugdelftallen, ja, ja, oké. Okay. Dan hebben jullie wel een goede mengelmoes van oudspelers, hè, bij beide clubs, Passart en VKC. Hè? Ja. Dus wat dat betreft heb je ervaring gehad wat spelers betreft, trainers betreft. Hè? Jullie hebben dit seizoen een nieuwe trainer, hè, met Samir. Ja. Dat moet ook fijn zijn, hè? Zoveel oud-voetballers die dan toch nog verbonden blijven aan de club, spelen, ja, bij de veteranen, elke weekend toch wel plezier nog. Dat is ook hetgene waarom, als je terugkijkt in de geschiedenis bij VKC en als je terugkijkt in de geschiedenis bij Passart, dan praat je over 2 volksclubs. En die hebben zich gevonden en dat
Dat functioneert dat prima. En dat brengt het ook tot een samenhorigheid. Mm-hmm. En dat is het mooiste. Als je bij ons op zondag binnenkomt, dan is er altijd een sfeer. Het is niet dat mensen je aanstootgevend voelen of die groter of lichter of is. Nee. Dat maakt niet uit. Nee. Ja. Nou hanteren jullie strenge regels, hè? Wat betreft ouders, toeschouwers, spelers, stafleden. Dat is bewust gedaan? Ja, heel bewust. Ja. En de voornaamste reden hierin is dat wij vinden dat we de leidinggevende in de groep, die moeten de handhaving kunnen plaatsvinden. En als dat niet is, dan hou je het niet onder controle. Dus wat hebben wij bijvoorbeeld gedaan samen met Samir, onze nieuwe trainer dan? Hebben wij een reglement opgesteld die de speler heeft moeten ondertekenen. Zowel van één als twee. Van een code. Dit mag, dat mag niet. Daar houdt zich godzijdank iedereen aan. En het is één keer duidelijk zijn en het werkt. Ja, ja, ik zag hoe het staan. Volgens mij online bij de jeugd stond ook zelfs een opmerking erover. Hè? Ja. Goed, ja. Het is het al bekend. Ouders langs de lijn vaak. Ja, ja. Het beter weet als iedereen. Ik probeer als voorzitter te zijn minimaal één keer in de maand naar de jeugd te gaan kijken. En dan ook met ouders praat. Mm-hmm. Dus niet alleen binnen in de kantine blijven zitten, maar ook om het veld heen lopen en ouders aanspreken. En in positieve zin, in negatieve zin. Ja. Meestal positief. Ja, maar het schreeuwen naar kinderen, dat doen de leiders wel. Dat hoeven de ouders nee, niet. Nee, dat klopt, dat klopt. En ze zien er zoveel op tv wat dat betreft. Ja. Jullie organiseren ook een FIFA-toernooi, hè? Ja. Hoe belangrijk is het om als fusieclub dat soort dingen naast het voetbal nog te organiseren? Ja, ik wil het even proberen anders uit te leggen. Mm-hmm. Wij hebben sinds een jaar nu ongeveer hebben een activiteitencommissie. Die activiteitencommissie proberen allemaal dingen te doen. Daar valt het FIFA-toernooi nu ook onder. Ja. En we proberen alles wat met sfeer en gezelligheid te maken heeft, proberen we daarmee uit te dragen. Dit is een vraag van leden van onze vereniging om dat een keer te organiseren. En Samir bijvoorbeeld is daar een van de leidraden in om dat toernooi te gaan spelen. Oké. Okay. Het loopt dit seizoen. Is het niet per se heel slecht nog, hè? Ja. Tevreden als voorzitter zijnde? Voor dat even. Ja. Ik vind zelf dat wij op een beetje onterechte manier op deze plek staan. Dat heeft niet met de tegenstanders te maken, maar meer met het pech wat wij hebben. Mm-hmm. En het is altijd net in de laatste minuut, of je verliest hem, of je levert een punt in. En het tij heeft zich gelukkig de laatste twee weken echt gekeerd. Oké, okay. Maar dan kunnen we eens even met de trainer over hebben, hoe belangrijk dat is. Samir, welkom. Dank. Hoe lang zit jij al in het trainerschap? Als hoofdtrainer is dit mijn eerste jaar. Ik heb wel natuurlijk een achtergrond als trainer. Ik ben bijvoorbeeld het jaar daarvoor trainer van tweede helft van SV Brunsum geweest. Daarnaast ook assistent van Dennis Visser, die op dit moment nog hoofdtrainer is van SV Brunsum. Waar ik ervaring heb opgedaan. En ook daarvoor bij NEC 92 vijf jaar actief ben geweest. Ja. Het eerste jaar heb ik dan nog wel op het eerste helft gevoetbald. Daarna ben ik mijn trainerspapieren gaan halen en ben ik jeugdcoördinator bij NEC geweest, trainer van het A1, trainer van tweede elftal, maar ook interim trainer bij 1. Dus ik heb al een klein beetje kunnen spieken in de keuken van de trainerswereld. En in ieder geval ervaring als voetballer, ook wel aardig is als trainer is. Ja. Wat is de kracht van jouw elftal? De kracht van mijn elftal is, het is een ontzettende goede en leuke groep waar iedereen welkom is met verschillende culturele achtergronden die vlekkeloos met elkaar door één deur gaan. En die saamhorigheid wat in onze selectie is,
Dat is echt de kracht van het team. Je hebt best wel veel wedstrijden waar je ook maar nipt verliest. Hè? Ik bedoel, je weet altijd te scoren wat dat betreft. En wat is nou net het punt dat je denkt dat het net niet lukt om die 3 punten binnen te halen? Ik denk een stukje ervaring. Ik heb een hele jonge groep. Een gemiddelde leeftijd van 23 jaar. Mm-hmm. Waarin jongens nog een paar stappen moeten maken. Er zitten een aantal jongens tussen die hebben bijvoorbeeld een anderhalf jaar niet meer op niveau gevoetbald. Die ontzettend goed kunnen voetballen. Maar ja, dat heeft ook nog even tijd nodig om weer terug op dat niveau te komen waar ze altijd in de jeugd in gezeten hebben. Maar senioren en jeugd is toch een ander verhaal. En die stap moeten bepaalde jongens in dit team nog maken. En dan komen de resultaten ook vanzelf. Daar zijn we 100% van overtuigd. Je hebt wat dat betreft HBS, heb je dus wel eigenlijk duidelijk gewonnen, zowel uit en thuis, hè? Ja, we hebben uit dan niet zo duidelijk. Maar thuis absoluut verdiend en dik gewonnen met 5-0. Tegen een goede ploeg, RKHBS. Maar ja, dat was onze allereerste thuisoverwinning dit seizoen. En ja, daar hebben we een half jaar op moeten wachten. En er werd ook gesproken over een vloek thuis. Hè? Dat zat ook allemaal gewoon niet mee. Nee. Er zijn 2 wedstrijden die hebben we eigenlijk echt verdiend verloren. En dat was tegen Voerendaal met 8-1. Voerendaal was flink, hè? Dan kun je ook moeilijk zeggen dat je daar pech had. Hoe kreeg je ze daarna weer op de rails? Maar die 8, dat was de 8-1, hè? Ik ben een trainer van de dialoog. Wij hebben toen na die wedstrijd tegen Voerendaal, want ik vind je kunt verliezen, maar tegen Voerendaal was meer dan alleen verliezen. Want ondanks dat je een mindere wedstrijd hebt, hoef je niet met 8-1 te verliezen. Nee. Daar hebben we de groep bij elkaar gepakt, de eerstvolgende training. En die werd ook ontzettend druk bezocht. Waar ik ontzettend blij mee ben als trainer, want dan krijg je ook geluiden van iedereen en iedereen hoort dat dan ook. En ja, er zijn een aantal pittige en harde woorden naar elkaar toegesproken. En de ene zegt, ik vond het wel wat negatief, maar nee, eigenlijk helemaal niet. En ik zie dat eigenlijk als positieve feedback en iedereen heeft daar toch een beeld van gekregen wat bepaalde spelers storen. Ja. En iedereen is dat aan gaan pakken. Ja, dan krijg je 2 dagen daarna tegen KVS Oranje, de koploper, zie je dat dan gewoon terug op het veld. En dan verlies je eigenlijk ook weer onverdiend. Onverdiend, het is altijd nip de laatste tijd. Ja. Maar als je ziet naast Voerendaal, wie vind je lastigste tegenstander? Ik vind Eikenerveld een ontzettend lastige tegenstander. Die hebben we de zondag, hè? Die hebben we nu aankomende zondag. Dus voor ons wordt het gewoon weer borstnat maken. Mm-hmm. Met veel technische spelers natuurlijk opstaan. En daar hebben we nog wat moeite mee om daar ons goed tegen te wapenen. Maar aan de andere kant zijn we dit keer, deze wedstrijd waarschijnlijk wel verder dan dat we waren de eerdere ontmoeting tegen Eikenerveld. Ook een trainer die veel van voetbal houdt. Hè? Laat het spel echt wel lopen op die manier wat dat betreft. Die competitie met jullie inzetten, die 4B, dat is een hele leuke competitie eigenlijk. Ja. Hè? Veel clubs die elkaar kennen, maar ook spelers denk ik onderling. Hè? Ja, klopt. Dus de rivaliteit zit er wel een beetje hoog in vaandel daar. Dat leeft ontzettend. Maar dat is ook wel mooi aan voetbal. Hè? Kijk maar bijvoorbeeld naar Real Madrid en Barcelona. De ene zegt van ik haat Real Madrid of ik haat. Maar aan de andere kant hebben ze elkaar nodig om dit soort wedstrijden op het veld te krijgen. En dat zie je in de amateurwereld, zie je dat ook wel terug. Dat op het moment dat wij bijvoorbeeld tegen NEC 92 zouden moeten voetballen, dan leeft dat wel een paar dagen, een paar weken van tevoren al. Wat mis je zelf nog in je elftal? Kijk, we kunnen geen aankopen doen, maar wat zou je het liefst nog zo snel mogelijk willen veranderen? Ja, nogmaals, ik ben ontzettend blij met deze groep en ik vind dat de technische commissie, voordat ik eigenlijk werd aangesteld, heel druk is bezig geweest met de selectie wat ik nu op dit moment heb. Natuurlijk, ik mis wat ervaren spelers op bepaalde posities die weten hoe het is om op langere tijd op dit niveau te spelen en die weten ook wat er gevraagd wordt en die kunnen dat ook overbrengen. Ja. Daar heb ik misschien nog iets te weinig van echte leiders. Oké. Maar je eigen doelstelling is eigenlijk, jullie staan geloof ik 4e van onder met 13 punten. Ja, nog een ploeg met 13. Dus dit is, je doelstelling is eigenlijk dit seizoen handhaven en dan kijken of je kan uitbouwen. Ik ben zelf als trainer heel ambitieus. En de club is ook heel ambitieus. En tuurlijk
moeten we niet te veel hooi op de vork nemen. Maar we hadden liever ook iets hoger gestaan dan dat we op dit moment staan. Maar we gaan ook niet uitwijken van de visie die we hebben. En dat is gewoon zo snel mogelijk handhaven, in ieder geval dit seizoen. En dan verder bouwen volgend seizoen op de toekomstplannen die we met elkaar hebben afgesproken. Ja. De selectie is nog goed fit. Geen problemen met kunstgras, neem ik aan. Met kunstgras in principe niet direct. Maar fit kan ik ook niet 100% zeggen. Want ja, er zijn toch wel een aantal belangrijke jongens die deze week niet hebben kunnen meetrainen vanwege blessures. Dus maar okay. De vraag of ze op tijd fit zijn voor zondag. Hey, tenslotte, je eigen ambities? Tijdens vakantie, of pas op vakantie en daarna? Daar ben ik eigenlijk nog niet echt mee bezig. Ik heb daar ook eigenlijk niet over nagedacht, omdat ik het ontzettend naar mijn zin heb bij deze ontzettend bewogen club met mensen die ontzettend hard bezig zijn om met Passat VKC stappen te maken. En op dit moment heb ik gewoon als doel om daar onderdeel van te zijn. En als ik langer bij Passat VKC kan blijven dan 3 jaar, dan zou ik dat absoluut overwegen. Maar ik wil per jaar bekijken natuurlijk of dat de juiste stap is. Maar uiteindelijk heb ik als doel ook om... Om een hogere klasse van de amateurwereld te trainen natuurlijk. We wensen je daar veel succes mee, beide met de club. Dankjewel. Ja? Voordat wij naar de shootout gaan, gaan we eerst kijken naar een portret van Roel Brouwers. Toegejuicht worden door zo'n 50.000 toeschouwers bij thuiswedstrijden, debuteren in de Champions League na je 30ste en terugkeren bij de club waar het voetbalavontuur als prof begon. Dit is slechts een kleine schets van de succesvolle carrière van de uit Welte afkomstige Roel Brouwers. Nou, mijn eerste aanraking met voetbal was op 4-jarige leeftijd. Misschien daarvoor ook wel thuis in de woonkamer, maar eigenlijk op het voetbalveld op 4-jarige leeftijd bij Weltania. Weltania is de dorpsclub van Welte en ik ben echt een Weltense jongen. Dus voor mij was die keuze gewoon heel erg makkelijk. Mijn vader voetballen bij Welte, mijn broer voetballen bij Welte, mijn neef, mijn oom, noem maar op, de hele familie voetballen bij Welte. Dus voor mij was dat eigenlijk op dat moment de enige club. Dus er was niet echt van ik ga kiezen waar ik ga voetballen. Maar ja, ik heb eigenlijk van mijn 4e tot mijn 11e bij Weltania gespeeld en op mijn 11e de overstap naar de jeugdopleiding van Roda gemaakt. Als Roda je dan vraagt om daar te komen voetballen, dan is dat natuurlijk voor een jonge jongen die... De ultieme droom heeft om profvoetballer te worden, is dat natuurlijk hartstikke mooi. En dus meteen toen die brief op de mat lag, papa, mama, ik mag naar Roda. gelukkig hebben mijn ouders me daar ook in ondersteund. Op één voorwaarde dat de school er niet onder zou lijden. Dat was wel. Dus als het geen voetballer was, was waarschijnlijk fysiotherapeut geworden. Kijk, Roda stond natuurlijk niet altijd bekend om de club die zijn eigen talenten opleidde. Toch weten te doorbreken op dat moment en dat was natuurlijk een super gevoel. Ik weet niet, mijn eerste wedstrijd in de basis was uit bij PSV. Het seizoen ervoor ben ik wel een keer ingevallen uit bij Heerenveen, dat was mijn debuut. Maar toen kwam ik in de 90ste minuut erin, dus dat was maar een minuutje. En daarna was mijn eerste wedstrijd uit bij PSV in de basis tegen toch een goed team op dat moment van PSV. Met Mark van Bommel, Mathea Kessman. Kasper Beugeloend, Johan Vogel, noem maar op. Hele goede spelers. En dat was wel een mooi moment natuurlijk. Alessandro Nesta van Lazio Roma en later van AC Milan. Dat was altijd een beetje mijn voorbeeld. Vond een mooie voetballer, goede uitstraling. Dezelfde positie natuurlijk als mij. Dus het hele plaatje dat klopte wel. En dat vond ik wel mooi. Vroeger was ik altijd, tenminste als we het hebben over de jeugd bij Weltania, was ik meer een spits, middenvelder. En eigenlijk in mijn carrière ben ik steeds stapjes teruggegaan. Ik heb alleen nog niet op doel gestaan, maar uiteindelijk als centrale verdediger. Wat ik ook geloof ik was op mijn 15e echt geworden ben. Tevoren was het meestal middenvelder van de zijkant of zoiets. Op dat moment ging het wel heel erg goed. De moeilijkste tegenstander, het is moeilijk om specifiek iemand te noemen, maar ik had, omdat ik zelf natuurlijk wat groter ben, had ik heel veel problemen met de kleinere tegenstanders. Dus de kleinere spitsen, de wendbare spitsen. Marco Reus bijvoorbeeld, waar ik nog samen mee heb gespeeld, maar ook tegen heb gespeeld. En dat vond ik gewoon heel erg moeilijk als ik tegen hem moest spelen. Hij is wat kleiner, wendbaarder, wat sneller dan mij. En dat vond ik wel altijd lastig. Terwijl tegen de spitsen van Bayern München, die waren
allemaal redelijk groot. Lewandowski of Mandzukic, Gomez, noem maar op. Die waren allemaal vrij groot en dat vond ik dan op de een of andere manier makkelijker. Het Duitse avontuur begon toen Roel de opmerkelijke transfer maakte van Roda JC naar SC Paderborn. Een club die destijds uitkwam in de tweede Bundesliga in Duitsland. Het was een beetje een verrassing, denk ik. Tenminste, ik zelf had ook nog nooit van de club Paderborn gehoord toen ik die aanbieding kreeg. Ik zat hier bij de selectie. Ik was 23. Huub Stevens is net teruggekomen van Keulen. Die gaf eigenlijk aan dat ik op dat moment geen basisspeler zou worden bij Roda. En ik vond, en dat vond hij zelf ook gelukkig, als je 23 bent moet je spelen. En toen hebben we eigenlijk samen de keuze gemaakt om te verhuren. Gelukkig kwam toen Paderborn. Op dat moment wist ik het niet, maar achteraf heel gelukkig, want het is echt een fantastische club in de tweede Bundesliga. Ze waren net gepromoveerd van, toen was het nog de regionalliga, naar de tweede Bundesliga. Jos Loekai, de trainer, die wilde mij heel graag daar hebben. Dus ja, echt twee hele mooie jaren gehad. En vooral voor mijn ontwikkeling denk ik ook hele belangrijke jaren. Maar de tweede Bundesliga die stond natuurlijk wel toenertijd zeker bekend om het vechtvoetbal. 90 minuten lang keihard werken om de punten binnen te slepen. En ja, dat paste gewoon heel goed bij mij. Er werd niet van een centrale verdediger verwacht dat die ook nog eens doorschoof naar het middenveld en van daaruit het spel ging maken. Dat past ook niet bij me. Ik moest gewoon mijn ding doen, mijn tegenstander uitschakelen, de bal bij mijn medespelers inleveren. En ja, dat ging gewoon hartstikke goed. Ik heb vroeger altijd gezegd, ik zou ook een keer graag in Engeland willen spelen. Ik heb wel eens in Engeland gespeeld, maar niet bij een club. Ik heb natuurlijk wel wat wedstrijden in Engeland gespeeld, maar ja. Dus als ik iets zou missen, dan zou het misschien dat zijn. Het Engelse voetbal was denk ik ook wel een soort voetbal wat bij mij paste. Vandaar dat me dat ook wel trok. Zijn voetbaldroom kwam uit. De droomtransfer van Paderborn naar Borussia Mönchengladbach was na twee seizoenen een feit. Voor mij was het natuurlijk zo gezien een paar vliegen in een klap. Niet twee, maar wel een paar vliegen, denk ik. Gladbach was natuurlijk een veel grotere club, mooiere club qua uitstraling dan Paderborn. Terwijl Paderborn ook een fantastische club is. Maar ja, Gladbach is natuurlijk Gladbach en dat kent iedereen. En heeft door heel Duitsland fans zitten. Ja, het is gewoon echt een gigantische club. Ja, als die je willen hebben, ja, dan hoef je denk ik niet lang na te denken om ja te zeggen. En daarbij kwam ook nog dat ik, het is 75 kilometer van hier. Dus ik kon ook wel lekker gewoon in mijn vertrouwde omgeving gaan wonen. Dus al met al hoefde ik daar niet lang over na te denken. En als zo'n clubje wil hebben, dan... Loekai was intussen van Paderborn naar Gladbach gegaan. Dus die wist precies wat hij aan me had en daarom wilde hij mij ook hebben. Ik denk het mooiste aan mijn periode bij Gladbach is dat ik gewoon die hele opmars zeg maar vanuit de tweede Bundesliga zijn we kampioen geworden. Een paar moeilijke jaren in de eerste Bundesliga gehad. 2009, 2010 mijn topseizoen waar ik 8 doelpunten maak. En zo langzaam stapjes naar boven gemaakt en uiteindelijk Europa League gespeeld. En ja, als kers op de taart ook nog Champions League heb mogen voetballen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En dat ik dat hele traject heb mogen meemaken en volgens mij mijn 34ste nog in de Champions League heb mogen debuteren. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat droom je als kind van en dat heb ik uiteindelijk toch nog mooi meegemaakt. Dus ja, dat was fantastisch. Ik heb ook moeilijke fases gehad. Op een gegeven moment ging Loekai, werd ontslagen, kwam een nieuwe trainer. Toen werd er een beetje gespeculeerd van ja, Brouwers, moet hij blijven, moet hij weg? Dus ja, hetzelfde geld was ik op dat moment had ik gekozen om weg te gaan, of moest ik weg. En dat had heel anders kunnen lopen. Uiteindelijk heb ik gekozen om daar te blijven en in ieder geval voor mijn plaats te vechten. En ja, dat is uiteindelijk ook gelukt en achteraf de goede beslissing geweest om te blijven. En uiteindelijk nog 8 jaar daar gespeeld. Dus ik denk wel dat het... Dat het vooral ook mentaal en met doorzettingsvermogen te maken heeft. En ja, hier en daar moet je natuurlijk ook een beetje geluk hebben. Er was een trainer, Hans Meijer, die zei... Als je iets sneller was, dan had je niet meer hier gespeeld. Dan was ik waarschijnlijk nog een stapje hoger opgekomen. Maar ja, ik had het zo naar mijn zin met Gladbach. En ik heb mijn contract altijd vroegtijdig verlengd. Ik ben ook iemand die heel graag die zekerheid had. En dat was allemaal prima. Dus ik voelde me goed daar. En zolang ik daar kon blijven, was ik daar gebleven. Het afscheid was absoluut niet makkelijk. En ik denk, 9 jaar toch een band eigenlijk met iedereen. Of nou
De directie, de trainerstaf, de fans, de sponsoren. Ja, de hele stad eigenlijk ja, 9 jaar geweest daar. En met iedereen een goede band opgebouwd. Ja, hele leuke herinneringen. En als ik daar nu nog terugkom, ja, krijg je zo'n warme gevoelens. En word je zo hartelijk ontvangen. Ja, dat is gewoon top. Er kommt aus den Niederlanden, trägt die Raute auf dem Herz. Er kennt keine schlechte Laune und er kennt auch keinen Schmerz. Wenn der Ball hoch in den Strafraum kommt, der Ruhl, der köpft ihn weg. Er schmeißt dich für Borussia seit Jahren in den Dreck. Wer trägt die Raute auf dem Herz? Der Und wer verträgt auch mal einen Scherz? Der Wer bleibt nach jeder Einwechslung stets cool? Das ist unsere Nummer 4. Luidkeels klonk zijn naam regelmatig in het Borussia Park. Bij München Gladbach werd hij gezien als een echte clubheld door zijn inzet en dat resulteerde in de Rule Song. De Rule Song, ja. Het is eigenlijk ontstaan in het seizoen 2009-2010 waar ik die goalen maakte. Ja, bij elke corner die we kregen, ja, dacht het publiek natuurlijk, hij heeft er al een aantal gemaakt. Hopelijk kan hij weer doen. Laten we met z'n allen even Rule gaan roepen. En toen, riepen ze eigenlijk allemaal tegelijkertijd een ja, lang getrokken roel. Roel. Ja, dat galmde dan door het stadion. Dat was natuurlijk ja, fantastisch. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En ja, later kwam volgens mij bij elke bal, al kopte ik een bal het stadion uit. Stonden ze al op de banken met roel. De stadionspeaker die heeft daarop eigenlijk, ja, een liedje gemaakt, de Roel Song. Ik denk wel dat dat aangeeft ja, wat voor een persoonlijkheid ik in de club geworden ben en hoe ik door de fans eigenlijk op handen gedragen werd. Dat men hem bij Gladbach adoreerde was niet onterecht. Hij wist ook regelmatig het net te vinden en dat waren voornamelijk kopballen. De een nog mooier dan de ander. Nou ja, ik denk technisch gezien was een van de mooiste ja, in de tweede Bundesliga met Gladbach. Was een kopbal die eigenlijk niet erin zou moeten kunnen, maar hij ging toch erin. Dus technisch gezien was dat misschien wel de mooiste, maar ja, degene die mij het meeste bijblijft is mijn goal tegen Bayern München in de Allianz Arena. Dat je daar ja, mag, kan scoren in de Allianz Arena, de grote Allianz Arena, dat is natuurlijk ja, niet voor iedereen weggelegd. En daar was ik wel heel erg trots op dat ik daar een goal heb mogen maken. Leverkusen, op de een of andere manier scoorde ik daar heel vaak tegen. Volgens mij heb ik in totaal 4 of 5 doelpunten tegen Leverkusen gemaakt. Dus dat was een ploeg, ja, dat lag me wel om doelpunten te maken. En ja, tegen HSV inderdaad, dat was de 1-0, ook de winnende nog. Dat is misschien wel leuk. Dat was voor het WK in 2010 in Zuid-Afrika. En toen kwam in Nederland zo'n beetje over. Ja, veel gescoord, speelt elke wedstrijd in de Bundesliga. Moet je niet een keer een kans krijgen bij Oranje? En ik weet, in die wedstrijd zat Bert van Marwijk op de tribune. Die was toen de bondscoach. Ja, die kwam eigenlijk voor Van Nistelrooy, die bij Hamburg speelde. Ja, en toen maakte ik als Nederlander de 1-0 voor Gladbach en ook nog de winnende. Dus ja, dat was wel heel erg grappig. Er was ook sprake van, ja, moet hij een kans krijgen, verdient hij een kans? Uiteindelijk is hij helaas niet ervan gekomen. Ja, waarom? Het centrum stond op zich toentertijd met Matthijs en Heitinga. Ja, misschien had ik wel op een plekje daarachter gehoopt. Ik weet, Boularus was er wel bij. En die zat toentertijd bij Stuttgart en speelde niet altijd. Ik speelde wel altijd. Dus dat, ja, dat vond ik op dat moment wel een beetje vreemd. Maar ja, Boularus had natuurlijk weer internationaal meer ervaring dan mij. De precieze reden weet ik niet. Ik had het in ieder geval natuurlijk geweldig gevonden als het gelukt was. Maar ik zie het niet echt als een smet op de carrière. Na het Duitse avontuur keerde Roel terug op de plek waar hij debuteerde, bij Roda JC in Kerkrade. De terugkeer zou eigenlijk een mooie kers op zijn taart zijn geweest, alleen vanwege blessureleed liep het anders af dan verwacht. Heel veel mensen vragen nu ook wel, heb je spijt van je keuze om terug te gaan? Ja, absoluut niet. Ik sta nog altijd achter de keuze om hier terug te komen. Alleen ja, door omstandigheden is het niet dat geworden wat ik ervan gehoopt had. Maar als ik het niet gedaan had, had ik mezelf altijd afgevraagd, had ik niet nog bij Roda moeten gaan spelen. Had ik niet nog moeten, in ieder geval door moeten voetballen. En, daarom heb ik er ook geen spijt van. Het is alleen helaas niet zo gelopen als wat ik ervan gehoopt had. Ik had eigenlijk gehoopt hier nog 1 of 2 jaar gewoon iets te kunnen bijdragen aan de club. En ja, ik denk ook mede door toch het kunstgras wat ik in Duitsland absoluut niet gewend was. En dat is misschien wel een onderschatting geweest wat ik gemaakt heb. Is me dat veel moeilijker gevallen dan zeker fysiek. Op een gegeven moment
Ik kon niet meer slapen thuis. Als ik 1 minuut in dezelfde houding lag, moest ik alweer draaien. Als ik in de stoel zat, kwam ik niet meer omhoog. Op een gegeven moment had ik zoveel last. Ja, je merkt gewoon, je komt niet meer aan je rust toe. Het wordt alleen maar minder. Je gaat minder presteren. Je maakt fouten die je normaal gesproken niet maakt. En die ik vind die je ook niet mag maken op dat niveau. En toen heb ik eind september, begin oktober besloten om te stoppen. En toen heb ik even een paar maanden zoals ze mooi noemen, sabbatical gehouden. Even gewoon 3 maanden even helemaal niks gedaan. Ook niks met voetballen. Gewoon even rust. Gewoon puur lekker even thuis geconcentreerd. Ook een beetje om het lichaam toch de rust te geven die het niet gehad had in de afgelopen maanden daarvoor. Ik voetbal momenteel op het derde van Catania. Ik heb altijd gezegd, als ik stop met profvoetbal, dan keer ik terug naar daar waar ik begonnen ben, bij mijn oude club, Catania. Ik heb daar vorig jaar nog op het eerste gespeeld en nu voetbal ik op het derde. En, we trainen niet, we voetballen gewoon lekker op zondagmorgen, potje voetbal. En that's it. En dat vind ik hartstikke leuk. Ik vind voetbal super. Dus dat zal ik ook blijven doen, maar dan op Catania 3. Waar ik het absoluut naar mijn zin heb. En, gewoon lekker met een vriendenteam wat potjes voetballen. Goed, Tom, de shootout. Dat is 5 pogingen onderin in de midden. 25 punten, rechts 50, links 75 en bovenin de topper 150. Succes. Dankjewel. Oh. Dat is een... Het zijn toch meestal ook die voorzitters die tactisch beginnen. 25 punten. De tweede, Tom. Oh, dat is jammer. Zijn wel 5, omdat hij toch in het doel is. De derde. Mag ik wel de derde pakken? Wat je wil. Wat je wil. Waarom schiet je hem nou erin dan? Ja. Ik vraag me alleen af wat je met het veld aan het doen bent. We moeten heel even iets corrigeren, top eens op. Ja, zie je. Ik leer okay. Uit. De vierde. Uit. Wel 5 punten extra gekregen. Je hebt er nu 35. Ah, dat is jammer. Weer 5, dat is 40. En de laatste. Ah, dat is tactisch goed. Dat zijn er 5, hè. Daar zitten we op. Even kijken. 45 punten. Goed, Samia. Nogmaals de punten. 25, midden, rechts. 50, links 75. En 150 is onze beste score. Dus okay. Succes. Dankjewel. Oh, die winnen we. Dat hebben we niet gezien. Nee, hebben we niet gezien. De tweede. Het zijn er 5. Oh, 25. Niet in orde. Nu komt de vierde. Zit er ook 5. Het zijn er nu al 35 totaal, hè? En de laatste. Samir, jij komt op 60 punten. Je hebt in elk geval de voorzitter verslagen. Ja, dankjewel. Netjes. We gaan nu even kijken naar het klassement, want er vindt nu een ontknoping plaats. Dat klopt, Mario. De koppositie in het shootout-klassement begint vorm te krijgen. Bovenaan stond Leon Mesters van SVA Bleijerheide al een hele poos, maar sinds vorige week hebben we een gedeelde eerste plek. Roel Jaspers is de naam. De tweede plek is voor een dame en die plek is eveneens voor voetbalclub RKSVB uit Ubaksberg. Nena Windhagen staat op plek nummer 2. Daarachter staat Chris van Renen van RKDFC, René Smeets van FC Hoensbroek en Daryl Werken van Roda JC. Van plek 4 tot en met plek 6 met 460 punten. Joren Bontan van SVA en Jo Konsten van Voerendaal staan daar weer achter met 455 punten. En daarna is er qua punten een groot verschil. Marco Jansen van RKHBS staat op de 9e plek met 360 punten. En plek 10 is voor Tim Teunissen die BSV Limburgia vertegenwoordigt in dit klassement. We zijn er nog lang niet. Eind mei weten we pas wie de winnaar is in onze shootout. Ton en Samir, de shootout. 60 punten, Tom, 45, toch goed gedaan jongens. Ja? Bedankt voor het hier zijn, succes verder met jullie club. We houden jullie wel in de gaten. U bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Inkoppers werd mede mogelijk gemaakt door Marcita, Woonoutlet Zuid
en Decathlon Kerkrade.